Wat gezellig. Glaasje wijn. Doe geen moeite, ik ben zo weer weg. Nou, Ludo's smaak gaat er ook niet op vooruit. Maar ja, dat wisten we al. Die fles komt ook niet van Ludo. Wat heb je dan van hem gekregen, in ruil voor jouw getuigenverklaring? Gratis overnachting? Of een vette premie op je bankrekening? Nou, zo vet was die premie nou ook niet. Maar een leuk autootje kan er wel vanaf. Dus jij geeft het nog toe ook? Ja, natuurlijk. Ik heb een hekel aan leugens. Je bedoelt, je hebt genoeg gelogen. Denk jij toch slecht over mij? Nou, proost op Huib en dat hij nog lang en gelukkig mag leven. Ja, ik zeg dat ik niet van leugens hou. Huib is springlevend en Dian is bij hem. Je kletst uit je nek. Nee, het is echt waar. Ben je niet blij? Kijk, Ludo heeft het natuurlijk niet zo slim aangepakt, dat is waar. Maar we moeten toch blij zijn dat het zo goed is afgelopen. Het is alleen sneu dat jij ware liefde hebt laten vallen voor een of ander stomzinnig misverstand. Waar schrik je nou van? Van de waarheid? Had je toch liever een leugentje gehad, hè? De waarheid is niet altijd even zaligmakend. Je wilt dus laten vaststellen dat niemand in je familie ook maar iets van je erft. Ik krijg ook niets van hen. Ja, maar waar gaat het dan eigenlijk om? Ik kom hier omdat het gaat over familie en wat je met elkaar deelt. Niets dus. Oh, aha. Dus jij doet dit omdat Jeff jou geen aandelen wil geven. Het gaat dus weer om geld. Natuurlijk gaat het om geld. Het is mijn testament. Als jij nou eens niet zo materialistisch zou zijn, dan zou Jeff misschien eens wat meer met jou meeleven. Oh, en nou ben ik ineens materialistisch. Vertel eens, van wie zou ik dat hebben? Misschien van dezelfde persoon als waar ik mijn koppigheid van heb geërfd? En wat wil jij nou eigenlijk van mij? Ik had gehoopt dat jij misschien... Wat? Dat ik met een of ander idee zou komen om er nog meer voor jou uit te slepen? Of dat ik een beetje medelijden bij je vader op zou kunnen wekken? Nee. Ik wil gewoon niet langer genegeerd worden. Hoe is het nou met je? Met mij of met Arthur? Ja, ik vraag het maar even. Het verschil schijnt niet voor iedereen even duidelijk te zijn. Wat is er nou precies gebeurd? Want je klonk nogal overstuur. Nou, je hebt geen idee hoe erg het is. Gisteravond stond Roos gewoon naast mijn bed om Arthur's hartslag... Mijn hartslag, bedoel ik. Verdomme, nou begin ik zelf ook al. Maak je nou niet zo druk om Roos? Het is haar manier om het te verwerken. Anita, ze heeft mijn hartslag opgenomen. Ze wil gewoon niet accepteren dat het nu mijn hart is. Ik wil dat bandje terug. Kun je alsjeblieft dat bandje terughalen? Nou, probeer Roos nou te begrijpen. Eerst Arnie en nu Arthur? Alsjeblieft. Jij bent de enige aan wie ik het kan vragen. Je bent toch mijn vriendin? Niet meer. Ik kan me nou toch niet laten vallen? Weet je wel wat voor schok dit voor mij is? Ik heb al die tijd gedacht dat ik Ludo haatte. Jouw gebrek aan zelfkennis is niet mijn probleem. Als jij nog van Ludo houdt, dan kunnen wij niet meer met elkaar omgaan. Zo simpel ligt dat. Maar ik ben toch nog gewoon dezelfde? Ik heb alleen een probleem, een groot probleem. Ja, je bent voorgoed onbetrouwbaar geworden. Alsof jij zo betrouwbaar bent. Bij het minste geringste laat jij je vrienden barsten. Het minste of geringste? Trut! Je doet het met de moordenaar van mijn man! Jan, alsjeblieft. Ben ik niet duidelijk genoeg geweest? Opdonderen. Zo, daar niet de hoppo in! Dit was het ergste wat je me aan hebt kunnen doen! Gelooft het nooit. Wat? Tante Wilderhuis staat helemaal te huur, compleet met meubels en al. Dat meen je niet? Nee, ik meen het wel. En volgens de buren is ze naar Frankrijk toe. Naar dat huisje waar ze net niet genoeg geld voor had. Nou, dat weet ik niet, want ze heeft geen adres achtergelaten. Nee, natuurlijk niet, want ze wil niet gevonden worden. Voor ze het weet heeft ze een uitleveringsbevel aan de broek hangen. Ja, helemaal niet. Ze heeft waarschijnlijk gewoon geen zin in bezoek. Geen zin? Ze is als de dood om gevonden te worden. Dat is toch geen wonder na alles wat ze gedaan heeft? Nou, ik vind wel dat u erg snel conclusies trekt. Kom nou, Jessica, ik ben niet gek. Auto weg, huis te huur, wil weg. Het is gewoon een kwestie van 1 en 1 bij elkaar optellen. Dat waren er 3. Hm?
met Mathilde. Alsjeblieft. Mijn geboortekruisje, weet je nog wel? Gooi jij dat maar weg. Ik ben jouw dochter niet meer, oftewel jij bent mijn vader niet meer. Nou, dan bestaat de familie van nu af aan uit mensen die wel weten wat fatsoen is. Dat broertje van mij? Je mag hem houden. Zo'n gedresseerd schoothondje, dat past wel bij je. Waarom laat je Jeff niet met rust? Donder gewoon op. Dat is precies wat ik van plan ben. Nou, voorgoed, hoop ik. Geen idee. Maar ik denk niet dat ik jou nog terug zal zien. Sterker nog, ik weet zeker dat dit de laatste keer is dat ik jou zie. Nou, waarom ga je dan niet weg? Ja, sorry, ik sta te treuzelen. Maar het is ook zo'n bijzondere aanblik. Mijn vader op de rand van de afgrond met zijn zoon achter hem om hem te redden. Jij gaat mij een rechtszaak aandoen. Heb je nog niet genoeg verloren dan? Drinkt het tot je door? Ik heb het je toch uitgelegd? Ja, drinkt uitstekend tot me door. Nou, wees dan verstandig. Nee. Sleep me maar voor de rechter. Als je zo nodig weer af wilt gaan, ik hou je niet tegen. Ik denk dat jij te erg in de war bent om te beseffen wat je nu zegt. En ik denk dat jij te egocentrisch bent om te beseffen wat ik nu tegen je zeg. Je bent geen goede advocaat. Je bent namelijk meer geïnteresseerd in jezelf dan in je cliënten. Ik zie jou in de rechtszaal. Ik verheug me erop. Dat zou je nog wel eens kunnen tegenhouden. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat jij daar staat. Zocht je deze? Jeff? Ben je niet blij me te zien? Je dacht toch niet dat ik de moordenaar van mijn zoon zomaar vrij uit liet gaan? Jeff,